Ik ben 5 maanden uitgezonden geweest. Ik ben 6 maanden uitgezonden geweest. 1992, 3,5 maand uitgezonden geweest in Bosnië-Herzegovina. In augustus 95 tot en met februari 96. Van 7 november 1992 tot 3 april 1993. Met het transportbataljon naar Bosnië. Om daar te ondersteunen voor de groeperingen uit elkaar te houden, zodat daar de vredesonderhandelingen konden beginnen. Ik was, zoals ze dat noemen, een hospicker, geneeskundig verzorger. Mijn voornaamste taak in Bosnië was op de basis het verzorgen van eigenlijk de eigen troepen, dus onze eigen mensen. Maar ik heb ook een aantal ritten gemaakt met ziekenauto's achter de transporteneenheden aan, om de transporten te voorzien van geneeskundige steun. Nee, niet echt. Wel wat zo nu en dan dat je een déjà vu krijgt. Dat je dingen in één keer ruikt die, dan ga ik niet weer opnieuw willen ruiken. Maar niet dat ik echt iets aan overgehouden heb. Ik ben op vrijwillige basis uitgezonden geweest. Dus het is een bewuste keuze geweest, want ik was dienstplichtig. En dat was een vrije keuze, dus ik vond het niet erg. Ik heb zo'n déjà vu wel eens gehad in een nieuwbouwwijk. Als de huizen nog niet mooi bepleisterd zijn of dat er mooie stenen omheen zitten, dat ze echt nog in een grijs, vies casco zijn, dan lijkt het op de huizen die kapotgeschoten zijn. Natuurlijk mijn ouders en mijn broer, maar ik was toen al getrouwd en ik had een dochter, heb een dochter. En die moest ik achterlaten. Dat was wel even een pijnlijk momentje. Ja, zeker lastig, hè? Want je gaat natuurlijk naar een gevaarlijk gebied. Ja, het is anders afscheid nemen dan dat je de trein van 10 over 11 pakt. Dus dat was wel heftig, ja. Ook voor hun natuurlijk, want die blijven achter. Ja, ik schreef altijd een briefje aan mijn ouders. Altijd een heel klein kattenbelletje, zeg maar, met daarop van... Mam, ik wil toch liever een nummer van Bon Jovi horen, mocht ik niet terugkomen. Ik heb weer een paar duizend euro verdiend, of gulden verdiend in die tijd van... Geef dat maar aan Samantha, dat was toen mijn beste vriendin. Dat soort dingetjes schreef ik dan op. Niet direct. Fysiek sowieso niet. Mentaal denk ik dat iedereen er wel iets aan over heeft gehouden. En dat hoeft niet per se negatief te zijn. Maar ik denk dat iedereen wel anders is teruggekomen dan dat ze erheen zijn gegaan. Gewoon puur door de dingen die we daar hebben gezien en meegemaakt. Dat doet iets met je. Dus het heeft me wel gemaakt tot degene wie ik nu ben. Nou, die vonden het überhaupt niet leuk dat ik het leger in ging. Oké, dus die waren het al niet mee eens? Nou, niet mee eens. Ze zeggen wel van, ja, je tekent ervoor, dus het is je consequentie dat je dan uitgezonden wordt. Maar nou, echt leuk vonden ze het niet. Ze hadden me liever gewoon in de buurt gehad en aan alle kanten dat ze me konden beschermen. Ja, mentaal. Achteraf bleek dat ik PTSS had gehad. En wat houdt dat precies in? Posttraumatisch stresssyndroom. En wat gebeurt er dan precies met zo iemand die dat dan overgeeft? Ja, dan functioneer je niet altijd zoals het hoort en bleef je de oorlog dag in dag uit weer opnieuw. Ja, ik ging op avontuur. Dat was voor mij echt, echt iets op dat moment iets spectaculairs. En vooral als vrouw zijn er niet veel. En ja, het was voor mij een beetje echt wel een beetje stoer doen van daar kom ik aan. Ja, het leed wat de oorlog veroorzaakt, dat sowieso. Maar ik denk in het geval van Bosnië toch ook wel de onmacht van de Verenigde Naties om het verschil te maken.
de missie die we daar hadden en het, vooral het mandaat waarmee we het gebied in werden gestuurd, waren bij lange na niet toereikend om daadwerkelijk de mensen daar te kunnen helpen en de oorlog te stoppen. Ja, ik vond achteraf de voorbereiding vond ik slecht. Als ik erop terugkijk van wat we eigenlijk aan kennis hadden moeten weten, die kennis hebben we niet gekregen. De echt essentiële kennis van waarom we er zijn, wat voor een conflict er aan de hand was. En voor je eigen bescherming, hoe je dingen kan herkennen. En ja, dat hebben we eigenlijk maar heel minimaal gehad. Ze waren echt heel erg van op belang van hoe je jezelf moest onderhouden. En, hoe je netjes en schoon op jezelf bent, zodat je niet ziek kon worden. Ja, dubbel. Ja, daar toch 3 mensen verloren. En dus dat. Maar ja, het is de mooiste tijd en de slechtste tijd, maar dat gaat vaak samen. Kameraadschap, dat is, ja, dat is wel goed bijgebleven. En nog. Ik had echt wel willen leren van hoe wij de andere groeperingen konden herkennen. Want ja, die reden soms ook in VN-wagens rond of in wagens rond die gewoon niet herkenbaar waren als andere partijen. En ook, ik had ook wel willen leren meer op het gebied van mijnen om te herkennen en dat soort dingen. En gemengd. Aan de ene kant, wat ik al zei, die uitzending heeft me gemaakt tot de man die ik ben. En daar ben ik trots op. Op zich heb ik een goede tijd gehad in Bosnië. Ik ben teruggekomen ook ja, met een gevoel van oké, ik heb daar een klus geklaard. Maar aan de andere kant, wat ik net over de Verenigde Naties zei, ben ik ook best wel met een bang gevoel teruggekomen. Want ik denk dat dat voor de meeste van mijn collega's geldt. Dat we niet het gevoel hebben gehad dat we daar echt een verschil hebben kunnen maken. En dat heeft te maken met alle tegenwerking die we van de strijdende partijen hebben gehad. Ja, wat mij heel erg heeft aangegrepen, dat is het feit dat de graven maar bleven groeien op de hellingen. Elke week kwamen er rijen en rijen en rijen bij. En dat heeft me heel erg aangegrepen. Dat, je zag het niet gebeuren, maar het gebeurde dus wel. Dan denk ik toch aan het moment dat na een week of 6 de hele eenheid weer compleet was. Ja, ik denk dat ik dan de kerst over zou willen doen. Want we hebben de kerst samen gevierd met lokale bevolking in de kerk van Buzovatsja. Met een heel groot feestmaal en dat was echt iets heel unieks. Dat was heel erg leuk. Dat was heel mooi. Maar de jongens die in Banja Luka zaten, die zijn pas veel later gekomen. En eigenlijk op het moment dat die jongens bij ons de nieuwe basis op kwamen rijden, ik denk dat dat wel kwalificeert als een van de mooiste momenten. Ja, dat we gewoon weer compleet waren. Dus het heeft me wel gemaakt tot degene wie ik nu ben.